Onthoud deze dag goed. Vrijdag, volgens mij 1 mei. Jullie worden nu mede deelgenoot van een stukje bijzondere geschiedenis. Wereldprimeurtje. Morgenochtend. Alle kranten, tijdschriften vol. Sowieso Volkskrant, voorpagina. Telegraaf misschien. Maar Emma zit na 6 maanden, jongens, op de fiets. En ik kan het nog. Ja, het leven gaat niet altijd over rozen. Maar dit is weer even documentary of Emma's recovery or not. Maar ja, dan hebben we een leuke herinnering, toch, jongens? In het begin zei ze ook van ja, ze zegt dat ik ben opgenomen met anorexia, maar dat heb ik helemaal niet. Emma hield van filmen, want ze wilde dus een documentaire maken. Ze zei ook op een gegeven moment, zei ze, ik ben bang dat ik dit keer echt over het randje ben gegaan. This documentary seems to give sense to her life, to her disease and to her death. We hebben Lotte. Die is nu wordt in augustus 21. Emma die zou dan nu 19 zijn en Pauline die is nu 16. Emma is altijd een meisje wat er heel duidelijk is. En in vrolijke zin, hè, kan, maar ook voor haarzelf dat ze het moeilijk heeft om een plek te vinden, om te voelen dat zij even oké is als de anderen. En zij vond het moeilijk om middelste te zijn. Ja. Nu zeggen meer mensen dat dat lastig is. He, van je bent niet de oudste, het is niet nieuw, je bent niet de jongste. Ja, zij had dat gevoel dat zij wel eens minder was. En daar zijn we altijd wel heel bewust mee omgegaan. Heel sensitief. Ze had heel veel behoefte aan lichamelijk contact, aan rust, aan geruststelling. Dus daar bleek ook wel een beetje uit dat ze gevoelig was. En haar vrolijkheid, haar humor. Ze had echt zo'n droge humor. En zo'n lekkere, vette lach. Dat was wel heel puur. In de zomer van 2010 heb je John niet gezien. Ja, hij viel meteen op je sprankelende ogen. Daarna is hij helaas weggevoerd. Na de vakantie ben je onder het mes gegaan. Dit heeft jou helaas veel pijn gedaan. Emma was Emma en tuurlijk, Emma was altijd ziek, maar Emma was ook gewoon een superleuke meid en een supergoede vriendin. Emma had echt een mega doorzettingsvermogen. Echt, ze ging overal echt 100% voor. Niet alleen zeg maar met school, maar ook met hockey en gewoon met alles. Nou, Emma is ook heel slim. Zeg maar, op school noemden we haar op een gegeven moment gewoon echt de lopende Wikipedia, omdat zij altijd alles wist. Als we iets vroegen, wist zij gewoon het altijd. Dus Emma was gewoon heel slim ook. Ze kon echt makkelijk met 2 vingers in de neus eigenlijk VWO doen. Op school kon ze echt een soort voorbeeldleerling zijn die alles precies deed zoals je van een modelleerling zou verwachten. Maar dat was heel anders dan dat ze het thuis deed. Niet dat ze thuis verkeerd deed, maar thuis kon ze wel tegengas geven of kon ze recalcitrant zijn of kon ze zeggen, nou, dat wil ik niet of dat doe ik niet. Zoals, wij dachten dat ieder kind dat doet. En dat zal ze op school ook wel ooit doen. Tot wat we achterkwamen dat ze dat op school nooit deed. Dat ze daar eigenlijk altijd zich voorbeeldig gedroeg. Dus dat was zo'n groot contrast tussen hoe ze thuis was en hoe ze dan op school was. Dat we dachten van ja, is dat wel goed? Weet je, wij zagen in februari, toen we in Rome waren, toen zagen we dat ze geen koekje meer nam of zo, weet je. Ja, klinkt een beetje truttig, maar ja, ze namen, weet je, dan stond er de koektrommel en die was vaak eigenlijk bijna leeg. Pas achteraf ging ik nadenken en toen dacht ik wel van, oh ja, ze gaf wel altijd in de pauze de broodjes weg. Maar op dat moment zelf had ik dat helemaal niet door. En toen op een gegeven moment zag ik dat die broodtrommel, dat niet klopte. En toen ben ik wel met haar gaan zitten.
Van, hé, Em, zij zie je veel, heb ik wel. Nou ja, toen dacht ik wel, dit is niet goed. En maar ja, wat ging ik toen doen? Er ging natuurlijk extra warm eten met veel calorieën erin. En eerst deed ze dat nog wel. En op een gegeven moment... Ja, en toen zijn we naar de huisarts gegaan, hè? Ja. Dat was al best wel snel. Ze was toen 12, maar nou ja, laat ik zeggen... toen wij die afspraak hadden gemaakt met die... volgens mij was het een internist bij de VU. Nee, was een kinderarts. Of kinderarts bij de VU. Dus toen moesten we nog een aantal dagen wachten. Nou, toen zag ik ook wel dat het niet goed ging, hoor. Want ze is toen achteraf bleek dat ook gewoon gestopt helemaal met eten. Nou, wij dachten van dit is anorexia. Toch? In het begin zei ze ook van ja, ze zegt dat ik ben opgenomen met anorexia, maar dat heb ik helemaal niet. Ja, ze wist natuurlijk wel, denk ik, dat ze iets had, maar niet... Nee, ze deed zich ook nooit echt ziek voor. Ze was altijd gewoon Emma en ze kon altijd nog grapjes maken en ze kon altijd alles voor haar doen, zeg maar. En dat moest en zou ze ook doen. Toen was het verhaal van nou niet de vraag meer of ze moet worden opgenomen, maar de vraag was meer van... Moet ze nu naar de intensive care of niet? Ik denk, als je iemand 6 jaar lang begeleidt... je ziet natuurlijk gewoon bij het hele team... Ik denk ook, van als ik kijk naar bijvoorbeeld de mensen van de tienerafdeling... waar Emma ook langdurig heeft gelegen, is dat raakt. Weet je, je hebt een behandelrelatie met iemand... waarbij je natuurlijk die continuïteit probeert te bieden. Maar dat zorgt ook dat je toch als mens betrokken raakt bij iemand... Het was nog een heel, heel klein meisje op dat moment. Een jong meisje. Maar wel ernstig ziek. Op dat moment al ernstig ziek. Nou, ik dacht eigenlijk, nee, dat kan helemaal niet. Hoe heb ik dat niet kunnen merken? Want ik zag hem de hele tijd. Dat kon helemaal niet, dacht ik. Maar hem kon het zeg maar zo goed verbergen dat het dus wel kon. Maar waarom zou het dan waar zijn? Omdat het te meten is. Maar daarvan... Zeggen ook mensen, ja, maar als het zo bent, is het anders. Dus dat is heel moeilijk. Dus Emma die is vanaf de 12e een aantal keren opgenomen. Gewoon in het ziekenhuis, in het AMC in haar geval. Op een later moment trouwens ook in Leiden. Maar daarnaast is ze ook opgenomen geweest in de dagbehandeling bij de bascule. Ze heeft ook daar intern gezeten, dus dat je daar dag en nacht zit. Ze heeft er ook op de gesloten afdeling gezeten, allemaal bij de bascule. En uiteindelijk zijn we in overleg met de bascule ertoe overgegaan... naar een second opinion, dat ze werd opgenomen in de... Nou ja, dat noemden ze dan een top GGZ. Dat is Rindveld in Zeist. Dus die hebben net weer een iets andere aanpak. Nou ja, goed, daar heeft ze ook in de dagbehandeling gezeten. Heeft ze ook intern gezeten en heeft ze ook... Nou ja, zeg maar, op de psychiatrisch-medische unit gezeten. Dus op de gesloten afdeling. En verder, waar is ze nog meer op andere plekken geweest? Ja. Ja, bij Human Concern natuurlijk. Haarlem, Zwolle. Ze voelde zich altijd heel erg schuldig. Omdat de zusje Paulien ook nog thuis was. En ze vond dan dat alle aandacht naar haar toe ging. Maar ze wilde ook dat de aandacht naar Paulien toe ging. En ze wilde eigenlijk zelf niet alle aandacht hebben. Maar dat voor haar gevoel kreeg zij zeg maar alle aandacht... en voelde ze zich daar best wel schuldig over. Toen kwam het weer terug in februari 2015. Toen is ze eind maart opgenomen met spoed. En toen werd er gesproken al over een IBS... in bewaringsstelling RM. Een RM is een rechtelijke machtiging. Oh. En dat betekent dus dat de rechter eigenlijk zegt... ook al wil je het zelf niet... het is voor je eigen veiligheid nodig dat je wordt behandeld... en dan word je dus gedwongen behandeld. We hebben zoveel geprobeerd. Hè? Ouders hebben alles geprobeerd. Omstanders hebben alles geprobeerd. Emma zelf heeft alles geprobeerd... maar wat zo duidelijk werd, is dat ze het niet meer zelf kon op een gegeven moment. Weet je, ze was toen waarschijnlijk iets van 37 kilo of zo. Nou ja, kijk, je moet je ook voorstellen dat bij Emma niet alleen was het eten binnenkrijgen. Maar op het moment dat ze het eten binnen had, dan ging ze bewegen om de calorieën weer kwijt te raken. En als zij dus niet... Dus zij moest dan 1,5 uur bedrust houden na haar eetmoment. Zodat haar lichaam het op kon nemen.
Maar als zij niet in staat was om op dat bed te blijven, daar zat dan iemand permanent bij in haar kamer. Dus er zat iemand permanent bij haar bed om daar toezicht op te houden. Maar als het haar desondanks niet lukte om dat vol te houden, ja, dan werd ze dus gefixeerd. Dan word je dus vastgebonden aan handen, voeten en om je middel. Ik denk dat het kiezen voor dwangvoeding of het aangaan van een onvrijwillige behandeling, omdat iemand niet in staat lijkt voor zichzelf de juiste keuzes te maken, is zowel voor ouders als voor hulpverlener een duivels dilemma. Dat je dus handelingen moet inzetten waarvan je denkt, ja, maar die kunnen ook mogelijk schadelijk zijn voor jou. Ja, anders ga je dood. Maar anders ga je dood. En dat is niet wat je wil. Wat vertelde ze daarover? Nou, dat het gewoon echt heel naar was en dat ze dat echt niet wilde. Maar dat ze er niks aan kon doen, dat ze gewoon werd vastgebonden eigenlijk. En dat er allemaal camera's om de heen lagen en dat ze niks... Ze mocht eigenlijk niet bewegen, ze mocht helemaal niks. En dan ja, werd ze gewoon gevoed onder dwang, ja. Maar weet je, we hebben ook wel heel vaak het erover gehad. Maar en wij willen dat ook niet. En eigenlijk wil niemand dit. Maar het is ook omdat we van je houden, hè. En ja, weet je, het lukt gewoon jezelf niet. Het lukt je niet, hoe graag je het ook wil. Ja, we hebben het ook maar gewoon zo gezegd van, we willen niet dat je doodgaat door deze ziekte. Nou, dat geloofde ze niet. Nee. Mij ook. Zij had het idee van dat ze dat wel onder controle kon houden. En ik weet ook dat ze daar gek van bent. Dat, ja, dat vertelde ze ook wel eens, dat ze dat gewoon... Ja, al die zorgen was niet nodig, dacht ze. Ze wilde heel graag naar New York. Dus het liedje van So This Is New York. Nou, dat liedje, dat hebben we hier heel vaak gehoord. Bij de stad van Gossip Girl. Want, ja, dat was dan zeg maar haar serie. Dat ze weer een gezonder gewicht had. Over de 40 zijn. Dat ze een gezonder gewicht had. Maar ook dat ze weer meer met de pot mee zou kunnen eten. Dat waren de voorwaarden. Dat waren de voorwaarden. Nou, die heeft ze niet helemaal gehaald. Maar we zijn toch... Anorexia is een ziektebeeld waar dit eigenlijk gewoon bij hoort. Het is een ziektebeeld wat heel erg aangrijpt op alle processen in het dagelijks leven. Dus je merkt ook dat iemand heeft zichzelf iets aangeleerd waarmee die probeert... Het is een soort copingmechanisme, zo benoem ik het ook wel eens. En je kan je dan ook voorstellen dat zolang je nog niet iets anders daarvoor in de plek hebt... dat je steeds weer terugvalt op datgene wat je jezelf hebt aangeleerd. Dus wanneer iemand gaat eten, levert dat ontzettend veel spanningen op. En dan kan je je ook heel goed voorstellen dat je dat juist niet aangaat. En dat je dat juist uit de weg gaat. Toen schrok ik wel echt heel erg. Want Marie-Lise had wel gezegd van ja, het gaat echt heel slecht met Emma. En het is misschien verstandig als mama met je meegaat. Dus ik dacht, nou oké. Maar toen ik haar toen ook echt daar zag, dan dacht ik wel echt van wow. Ik heb dat eigenlijk nog nooit zo gezien bij Emma, dat het echt zo slecht ging. Emma heeft in haar laatste fase heel duidelijk één wens uitgesproken en dat was: ik wil naar Portugal. Het belangrijkste moment was dat ze op mijn voicemail stond en daar haar verhaal deed. Dat was de eerste keer dat ik ook haar stem hoorde. En dat ze mij heel duidelijk vroeg van, kunt u mij helpen? Want ik zit vast en ze willen me niet meer... Iedereen trekt zijn handen van me af. Ik ben radeloos en het gaat heel slecht met me. En bel me alsjeblieft snel op. Maar we hebben ook heel duidelijk afgestemd dat... want als je de beelden ziet, dan denk je, jeetje, dit meisje zou op een intensive care moeten liggen. En daar moet toch gehandeld worden en voeding toegediend worden. En hoe kan dit nou?
Maar dat stadium hadden we gehad. Er was heel duidelijk afgesproken dat zij nog naar Portugal wilde om daar zelf de kans te kunnen pakken. Ze wilde leven, ze wilde die kans nog krijgen. Maar we hebben ook gezegd, weet je, dwangbehandeling of überhaupt dwanghandelingen gaan we niet meer doen. Dat stadium hebben we gepasseerd. Maar het risico van overlijden tijdens de vlucht was heel groot. En wat moet je dan doen? Word je dan nog gereanimeerd? Moet je dan de vlucht onderbreken? Moet je ergens landen? Dus dat zijn allemaal van die regeldingen waar artsen zich over moesten buigen. En uiteindelijk is dat allemaal geregeld. En werd de knoop doorgehakt, het zou komen. Dus het feit dat zij voor het leven koos, was alles bepalend. Ik bedoel, als meisje had gezegd, als ze had gezegd, Emma, ik wil daar doodgaan. Of ik wil, ik zie het niet meer zitten. Maar zij wilde zo graag leven, dat kun je ook niet negeren, ongeveer. Ik heb haar op Schiphol, toen ze naar Portugal ging, heb ik haar gezien nog. Je hebt haar weggebracht? Ja. Hoe was dat? Ja, heel moeilijk. Ja, dat was heel moeilijk. Het was echt een afscheid. Terwijl ik zag van, nee, Em, je wordt gewoon beter en ik zie je gewoon weer als je terugkomt. Maar het was wel, zeg maar, echt, ja, ik weet niet, echt afscheid of zo. Dat vond ik wel heel naar. Toen heeft ze echt gezegd van, ja, Guus, dit kan wel echt de laatste keer zijn, zeg maar, dat we elkaar zien. En het gaat nu gewoon heel slecht en ik voel me heel slecht. En ik voel me, ja, het voelt gewoon alsof... Ik zag een meisje aankomen in een rolstoel van ver met haar moeder. En twee therapeuten van ons waren meegevlogen. En hoop je niks. Er zat niks in die rolstoel. Ik weet niet, ik was er zo erg mee bezig geweest van tevoren. Ik hoopte ook zo dat het zou lukken. En we hadden zoveel ingestopt met elkaar. Ik was ook echt blij dat ze er was. En ik wou daar gewoon knuffelen en vasthouden. En haar opnemen in wat we voor haar hadden gecreëerd hier. Dus ik was vooral blij om haar te zien. En blij dat ze dus overleefd had, de vlucht. Ik heb heel veel magere mensen gezien door mijn werk. Maar zij was wel heel ernstig eraan toe. Ik schrik van heel weinig nog. Maar van haar schrok ik eigenlijk keer op keer. Elke keer dacht ik, je zag ook helemaal niet meer wie ze was. Wij schrokken van de foto's die we kregen toen ze gezond was. Dat was echt een shock. Gewoon, jezus, zag ze er zo uit. Was het zo'n mooi meisje. En niet dat ze nu niet mooi was. Je zag meer, ja, je ziet dan toch meer het geraamte, zie je. Het hele eigene van het uiterlijk is eigenlijk weggevallen. Daar komt Emma. Bonjour, hola. Buenos días. Bon dia. Bon dia. This is a very special moment. Because I thought I go to Portugal. Let's go lie. For the sunny weather. You make a shot of over there. And you know? This is the sunny weather. My first time outside in here. And it's raining. Yeah. So I'm back in Holland. Oh my God. Yeah. Mission failed. It was very surprising because I heard of the condition that she was in. You know, her chance of survival were not very big. And I knew that somebody very weak was going to come. And when she passed the door, she was just so a very explosive, charismatic person. I mean, from her whole size and volume that was reduced to almost nothing, she was very charismatic. So that was the first thing. She was passing the door and she spoke in French and say, je suis une Parisienne. So that was her way to introduce her new self to the team. Geen wat me het meest bijstaat, is dat ik een meisje zag zitten in elkaar gedoken. Een hele lege blik. En ik ben best wel gewend om veel meiden te zien met zwaar ondergewicht. Maar dit schrok. Ik schrok eigenlijk een beetje van hetgeen wat ik zag. Zowel het verdriet, laat maar zeggen, in haar ogen. Ergens nog hoop, maar ik zag ook een stukje dood in haar ogen. Omdat er heel veel...
ja, ze ver is ze echt diep zat. Nog even een hoesje na. Zullen we hem uitzetten? Bonne nuit. Ze was natuurlijk extreem mager. Kon niet meer lopen. Verloor haar gezichtsvermogen. Had soms ook amper nog de kracht om te praten. Alhoewel dat wel in het begin was het er nog ietsje meer. Maar de power die ze had als het ging over eten, die was enorm. Dat ik dacht, mijn god, waar haalt ze het vandaan om nog haar focus nog te leggen? Dan sprak ik met haar over, weet ik veel, over hoe het met haar ging of hoe ze zich voelde. En dan keek ze langs mij heen, blijkbaar, naar de keuken. En dan was Fred daar bezig met een thee maken. Een thee waar hij het over water met gember, weet ik veel. En dan wist ze precies hoe groot het stukje gember was en een takje tijm wat erin moest. En dan de combinatie en hoe heet het water was. Hoe lang de vitamine D in de wortel? Nou. She wants to count herself. Daar was ik echt verbaasd. Denk, Jezus, hoe krachtig moet die eetstoornis zijn om haar ook zo de dood in te jagen. En nog tot op het einde de regie te houden. En dat ging ging tot in het meest bizar dat ze mocht niet liggen. Ze moest blijven zitten. Ze mocht haar hoofd niet laten rusten. Van wie niet? Van haarzelf, van de eetstoornis. En dat kostte dan te veel. Dat kostte haar te veel, te weinig energie, zeg maar, met zitten. Het moet eigenlijk constant moeilijk voor haar zijn. Ja, het moest constant moeilijk. Niet rusten, niet slapen, niet genieten. Dit wordt je eerste plant ever? Nee. Oh. Maar wel mijn eerste theeplantje. That moment of eating was kind of a sacred moment. You know, it was a moment of a meeting, of intimacy, where we could really share deep things, mainly her fears, her apprehension, her difficulties. And so it became an ally. It started by being a problem, and in the end, it was really a specific moment for more intimacy and sharing. If that doesn't happen, it could be really much more, much worse. So we have no alternative. We cannot lose anything anymore. Yeah, I know, but it feels so strange. It feels like I really, really let him go. She said, I don't know what's going to happen from now. I never went in that stage. Her fear was that nobody could see it. He said, but my family is not here. Nobody can see what's happening. I really managed to eat alone. I eat with a spoon. It wasn't force feeding. So it was really transforming. That was really a critical moment for her. And it was very moving because she was divided between fear and the need to step back where she was before, but also the will to go on. And she had the feeling that she beat up anorexia at that moment. So I think that also helped a lot to improve the quality of the relationship that we had, and further than the dinner, after she could become more open about other difficulties that she had to face, like surviving, like healing, what managing projects and perspectives and things like that. It really helped me to eat in this kind of place. Hoe was het voor jullie om dan via filmpjes en FaceTime op de hoogte te moeten worden gehouden van de stapjes, babystapjes, maar voor jullie natuurlijk immense stappen zetten. Ja, en dan op afstand te moeten volgen. Ja, weet je, ik moet je zeggen, het concept begrijp ik heel goed. Want dat je echt afstand van alles moet doen. Dat je eigenlijk helemaal op jezelf bent teruggeworpen. Dat zij dat nodig had. Laten we deze film beginnen met Emma op haar best. Als een bij. Maar jouw vraag was van hoe was dat met die filmpjes? Nou, ik vond het heel fijn. Nou, ik was er iets dubbel over. Kijk, aan de ene kant was ik jaloers. Ja, klopt. Ik was jaloers dat de mensen daar haar iets konden bieden wat wij niet konden bieden.
Kijk, rationeel snap ik dat wel, hoor. Ik bedoel, ik begrijp dat als jij een jonge vrouw bent, dat je dat dan niet van je ouders wil. Dat begrijp ik heel goed. Maar toch raakte het me wel in de zin van, God, wij konden haar dit niet geven. En natuurlijk was ik blij dat mensen het haar wel konden geven, maar het maakte me ook wel jaloers. Het kind loopt als ze hier af. Ze zuigt haar zijn fles. Ze stikt half. Ja, maar toch is maar, het... Maar, weet je, ze denkt, laat ik lekker de zee induiken. Ja. Als Mozes. Als Mozes. Hoe kwam Mozes worden? We konden haar helpen, met we hielden haar zo vast. En dan kon ze zelf nog stapjes zetten, ondersteund. Ze had praatjes nog wel. Dus het leek aardig. Ze at ook goed. Het duurde dan wel een uur, zo'n maaltijd. Met tranen, met praten, motiveren. Maar dat ging allemaal wel. En op een gegeven moment werd ze wat slechter. Begon ze te hoesten. Dat was eigenlijk een dag dat ze heel graag naar het strand wilde. Yay. En was de eerste vinger in de zee. In één filmpje geeft ze eigenlijk aan dat ze terug wil, omdat ze moe is. En dat was wat zij nog nooit had laten zien, dat ze moe was of dat ze ergens mee wil stoppen. Want het was eigenlijk meer, nee, dat kan ik wel zelf, dat doe ik wel, dat kan ik wel alleen. Maar nu gaf ze echt aan, nee, ik wil terug naar de auto, want ik ben moe. Dat was opvallend. En ze was ook echt kapot. En toen kreeg ze dus een longontsteking. Toen reden we terug en toen had ze een hele zware nacht met net amper kunnen ademhalen. Toen hebben we de hele nacht vastgehouden. En eigenlijk haar door het ademen heen geholpen, want ze kon niet meer hoesten. Dus de rommel die omhoog kwam, daar stikte ze van in de beleving. Toen hebben we ook haar ouders gebeld. Zo van, de situatie is nu zo. Jullie moeten eigenlijk zelf beslissen of je wilt komen of niet. En toen ben ik... dezelfde. Hebben we nog dezelfde avond een ticket geboekt. En ben ik de volgende ochtend zat ik om... die ochtend zat ik om 7:30 in het vliegtuig. Toen was ze hartstikke kwaad. Dat wilde ze niet. Want ze wilde ook de belasting niet voor de vader. Het kwam allemaal wel weer goed. Maar goed, de vader was onderweg. But we always kept in our head the realistic perspective that unfortunately she was going to die. But we couldn't put a date, we couldn't have a long-term perspective, short-term perspective. That was really a big unknown. Moeilijke ochtend gehad? Ja, ik heb wel alles gehad. Maar ik ga niet zo met Charlotte Kantje wel. Maar ik doe echt heel erg mijn best. De strapjes en de dingen die ik nu houd, dat trek ik echt niet meer. Emma hield van filmen, want ze wilde dus documentaire maken. Dus ze wilde alles zoveel mogelijk. Dus er stond een iPad stond aan op het tafeltje voor haar om haar eten te filmen, volgens mij. En ik kwam aan, want ik was even weg geweest. Ik kwam aan en toen begon ze, Carmen, iets in haar toon, dacht ik, oh god, er is iets mis met eten. Of ik moet even naar iets luisteren wat ze al een keer gezegd heeft tegen een ander. En dat was ook zo. En ik wist helemaal niet dat die iPad trouwens aanstond, maar... Toen begon ze ook meteen over het eten. Dat er was iets mis met dat eten. Het was een zandbak. Ze had een zandbak moeten eten. En dat wilde ze absoluut niet meer. Charlotte vond dat ook. Dat was dus een van die dingen. Dat wij ook heel veel bij elkaar moesten checken van wat ze tegen mij zegt. Is dat ook wat ze tegen jou heeft gezegd? Want soms speelde ze ook wel eens wat dingen uit. Dat was ook heel erg eetstoornis, hè? Het was een zandbak, Carmen. Uiteindelijk gaat het er gewoon om dat ze haar lichaam voedingsstoffen moet geven, omdat ze gewoon op het randje van de dood hing. Er is niet veel ruimte meer om van alles en nog wat te overleggen en te doen. En
commentaar wat pret wel en niet goed doet. Misschien proeft het de ene keer beter dan de andere keer. Dat kan best zijn, maar de marge is er niet. Je gaat bijna dood. En we gaan voor of helemaal of helemaal niet. Dat heb ik met mezelf afgesproken en dat heb ik ook eigenlijk met jou afgesproken. En zijn geen consensussen meer in. Nee, weet ik, maar Carmen, het enige is, dit was echt een zandbak. Ja, maar ja, als het zo is. Ik kreeg het niet weggeslikt. Nee, maar ik heb het dit keer helemaal opgegeten. Ja, dat is hartstikke goed. En misschien vond je het inderdaad minder lekker. Was het de textuur minder prettig? Ja, maar ik kan me daar dus één keer overheen zetten, Carmen. Maar, en ik heb het ook gedaan. En dan wil ik best een deal maken dat ik de fruitsapjes. Ja, maar lief schat. Kijk, het gaat niet meer over deals maken. Het gaat over vertrouwen hebben in Fred en in ons. Het gaat over vertrouwen hebben dat wat je binnenkrijgt gezond is voor je lichaam. Ja, maar ik ga geen zandbak eten. The biggest fear was to get until a certain level where she would gain enough weight to get back to her emotions, because that's what happened once they get over a certain critical mass, physical corporal mass, then they start to be more in touch with their emotion, fears and so on. And her fear was that at the moment that would happen, if she's gaining weight, then the quality of our relationship altogether wouldn't be the same, because we would have to confront her bad mood, her aggressivity, and all the things that are coming with the emotional level that is raising. Ja, we gaan samen kijken hoe we dit toch voor elkaar krijgen. En het liever dat je aangeeft wat je nodig hebt. Maar als je zegt, nou laat maar. Ik vind het moeilijk. We gaan goed samen kijken hoe we doen. Ja. Dat is wat we doen dan, dat we het samen zo veel mogelijk proberen te doen. In eerste instantie heel veel weerstand en wantrouwen. Maar door het gesprek met haar erover aan te gaan, van oké, dat mag ook een keus zijn. We hebben haar nooit gedwongen tot eventueel meer inname van calorieën. Maar dan heeft het wel echt een consequentie. Niet zozeer voor de manier waarop wij jou benaderen, maar wel de consequentie dat het kan betekenen. Dat je leven dan stopt. I decided now. It's right now. Today, it's 21 of April. And today, I'm still anorexia. Because I don't dare to eat more than 650 calories. But I'm actually almost dying. So today is anorexia day still. But I have decided to start tomorrow. So yeah, it's really scary. But I will try after 6 years of forced treatments. A lot of fights, a lot of pain, a lot of loneliness, a lot of days in clinics, a lot of years in hospitals, to try for one last time to freaking cover for my illness, and it will start tomorrow. I'm scared. En dat voelde echt als een besluit naar het leven toe, als een krachtige ik ga de eetstoornis aan besluit. Moest natuurlijk wel zien wat er nog zou gaan gebeuren, maar. Het was wel een belangrijk moment in ieder geval in haar tocht. Her fears were real because she knew what was the risk. She knew that she was probably going to die at certain point, even if she had moments of hope where everything was possible.
But yes, her fears were real. Ik vond dat heel verdrietig om te zien dat ze eigenlijk leven aangreep eindelijk. En aan de andere kant werd er aan de achterkant getrokken naar de dood toe. Het is de ironie dan, hè? Dat ze eindelijk die beslissing maakte. Ja, ja. En het leven zag en de dood voelde. Ja. Aan de ene kant denk ik dat ze het heel erg door had. Ook omdat zij wist, de kans dat mijn lijf dit nog overleeft, dat is klein. En veel vragen ook omtrent. Maar ja, als ik stel je voor, ik ga herstellen. Hoe kom ik hieruit? Kom ik in een rolstoel? Of kan ik ooit nog, kan ik de dingen in mijn leven doen die ik wil? Daar was ze heel erg mee bezig. Dus aan de ene kant voelde ze heel erg die dood ook wel. Dat die heel dicht om de hoek zat. En kon ze er af en toe contact mee maken of over praten. Aan de andere kant was ze heel snel soms juist maar weer bezig om... Oma, daar wil ik niet naartoe. En dat ging ook over de nachten. Ik heb veel nachten met haar doorgebracht. Ik sliep bij haar. En waarin ze soms ook echt 's nachts bang was om te gaan slapen. Omdat ze zei, als ik dan overlijd, wil ik er eigenlijk bij zijn. Wil ik erbij kunnen zijn dat ik afscheid neem van het leven of nog iets kan zeggen. En haar angst was dat als ze zou slapen, dat het in de slaap zou gebeuren. Dus die angst, ze had het echt wel door dat het zou kunnen gaan gebeuren. And I hope that this time I will really win and be myself. And that I can do it. Keep doing it. It is loving people in here. Ze kon amper nog praten, want het kostte haar moeite om haar zinnen af te maken. Ze had gewoon geen lucht. Toen heeft ze op de bank gezeten en toen ben ik even bij haar gezeten. En ik weet eigenlijk niet waardoor, maar ik had het gevoel dat het gewoon niet goed ging. Dat het toen een soort van... toch dat het zou stoppen. Ik weet niet waardoor, maar ik had ineens het gevoel van, dit gaat niet goed. Wat we gewoon merkten is dat haar lijf opgaf. En ze er eigenlijk niet meer echt was. Ze was er fysiek nog aanwezig. En haar hartje deed het nog. Toen heb ik een berichtje gestuurd naar de twee artsen. Om te zeggen van, ik heb er geen goed gevoel bij nu. Kunnen jullie komen? Nou, de een zit in Nederland, kon niet komen. De ander zat hier toevallig naast. Dus die kon vrij snel komen. Die is gekomen en heeft haar gezien. Ze heeft daarvoor nog haar vader gebeld. Of haar ouders gebeld. Ik heb haar toen gevraagd. Toen ik dacht, ik weet het niet. Ze wil je ouders bellen. Zei ze meteen ja. En daarin zei ze van dat het niet goed met haar ging. Nou, dat kon ik ook horen. Maar dat ze er nog 120% voor zou gaan. Dat we niet hoefden te komen. En of ik haar wilde helpen met een bedrijfje wat ze wilde opzetten. Dus ik vond dat een hele vreemde... Ik vond dat een vreemd gesprek in die zin dat ik kon horen dat het niet goed ging. Maar dat ze dan ook nog weer over dat bedrijfje begon. Ik vond dat een vreemde combinatie, dus ik had daar niet een goed gevoel over. De stem was ook zo zwak en je voelde er naar adem happen als het ware. Ja, en uiteindelijk bleek dus achteraf dat haar afscheidstelefoontje was. Want toen we naar ze toe hebben geappt, appte zij terug van... wij denken dat ze stervende is. En toen hebben we dus contact nog gekregen via FaceTime. Toen was onmiddellijk duidelijk dat ze inderdaad stervende was. En toen hebben we niet meer contact gehad. Als ik het zelf terugkijk, dan ik vind het ingewikkeld om het terug te zien. Maar ik weet wel dat op dat manier het alleen maar... en dat is bijna alle minuten, secondes die ik met Emma heb samen doorgebracht... alleen maar puur vanuit mijn gevoel, vanuit mijn intentie... vanuit de liefde die ik wilde geven aan haar. En die ik ook voelde voor haar. En dat was ook op dat moment. We hebben echt daar... we wisten, dit is het moment. Het gaat naar het einde toe... And what surprised us the most is that once she was already
in the process of dying, she couldn't breathe anymore. She asked for a special posture to be able to breathe more normally and so on. She said, oh, what time is it? I still have to eat my thing. You know, she wanted to go on all the way through. And she knew clearly that she was dying, but it seems like she was on that process of getting further and further into the confrontation with the disease, really to say to the disease, I beat you. And or I'll die fighting. Yeah, I'll die fighting. En het enige wat we wilden was samen zijn met haar, met elkaar en haar daarin begeleiden. En ja, dat toen had ze weer een opleving en was iedereen alert. En toen blies ze haar laatste adem uit. Dus de laatste rustige ademhaling en toen stopte het. Ja. En wat betekende dat voor jou, dat moment? Ja. Het is een beetje ongrijpbaar, eindig. Het is afgelopen. Verdrietig, maar ook wel mooi, want het ging zo eigenlijk zo zo beschermd en zo liefdevol en zo ja, zo passend bij haar. Ja, het was het einde van een verhaal. Van een heel bijzonder verhaal met ook nog heel veel open eindjes en vraagtekens, maar van een zeer bijzonder meisje gewoon. Dat iedereen, we hadden haar allemaal in ons hart gesloten. Ja. Hey. Hello. Yeah. Oh, pas op. Yes. Yeah. It's an impression to see you because I know Emma likes you. Thank you. And you were very good for her. Thank you so much. Well, really, it was a pleasure. Yes. Come on, come on. Yeah. Weet je, ze heeft niet kunnen zeggen ik. Ja, ik ga. Nee. Want dat wilde ze gewoon niet. Dat wilde ze niet. Ze wilde leven. Het is misschien ook wel iets heel moois. Dat ze zich er in ieder geval niet bij neer heeft gelegd. Daar heb je gelijk in. Maar aan de andere kant, ze heeft het verloren. Ze heeft het verloren. Wat ik natuurlijk moeilijk vind, is dat ze niet kon zeggen dat ze ging overlijden. Dus dat ik niet wist dat het een afscheidstelefoontje was. Ja, dat vind ik lastig. Ja. Ja. Nou, het is weer heel anders om hier te zijn, joh. Ja, hè? Heel anders. Ja. Ja, daarom. Het is mooi dat jullie hier zijn. Maar wel goed. Hier zo. Hallo. Goed dat je er bent. Ja. Ja, ik denk dat Emma heel erg veel van hun hield, maar niet meer om kon gaan met wat ze voelde, wat ze veroorzaakte ook, wat ze niet kon stoppen. Dat is denk ik haar grootste lijden bijna geweest. Dat ze het niet kon stoppen, dat ze een soort ook een daad van barmhartigheid was om weg te gaan uit dit gezin, om hun een kans te geven, om weer bij elkaar, om weer het leven weer op te kunnen pakken zonder haar. Omdat zij gewoon, zij kon het zelf niet. Jij
Jullie waren erbij, guys. Jullie waren erbij.